We gaan meteen beginnen met de eerste wens. En die gaat meteen al langs een hele trits van landen. Een trits? Ja, een trits. Een hele trits. Er is bijvoorbeeld een Japanse versie, er is een Chinese versie, er is een Bulgaarse versie, Indiaanse versie. Kortom, er zijn een hele hoop versies. Een Zambonische versie. Zamboïse versie. Zambone. Ook. En laten we vooral niet de modderversie vergeten. Ja, helemaal. Ik ga eventjes naar Dani. Goed. Doe maar lekker. Ik doe het. Oké. Nou, Dani. Dani, waar zit je? Waar zit je? Waar zit je? Steek je? Ik kom even naast je zitten zo. Reka, schuif eventjes op. Hallo. Hallo. Had je enig idee waar ik het over had? Een beetje. Waar had ik het over dan, denk je? Over welke sport had ik het? Worstelen. Worstelen, natuurlijk. En hoe weet je dat zo goed? Omdat ik op worstelen zit. Niet? Ja. Echt waar? Ga staan. Oh. Ik had dan een hele dikke sumo-worstelachtige vrouw verwacht, maar dat ben je niet. Moet je niet heel erg sumo-worsteler eruit zien? Nee. Oh? En hoe lang zit je al op worstelen? Een jaar. En wat vind je er zo leuk aan? Ja, je kan jezelf, als je dat leert, kan je jezelf goed verdedigen en het is gewoon leuk. Oké, zijn dit vriendinnetjes van je? Ja. Hebben jullie ooit ruzie? Nee. Nee, nu durf je niet meer. Wat zeg jij? Ik heb wel ruzie. Met haar? Ja. En? Is het gevaarlijk dan? Soms. En nu? Is de ruzie alweer beslecht? Zijn jullie al je vriendinnen? Nee, niet echt. Oh, nou, moeten we het even uitpraten? Nee. Oh, oké, nou, we laten het gewoon. Misschien even een keer een effe serieus opsturen. Goed, pakken we gewoon even mee. Maar vertel eens eventjes, Dani, wat is jouw wens? Worstelen met Jessica Blaska. En wie is Jessica Blaska? Een vrouwelijke worstelaar die op de Olympische Spelen was en laatst in Parijs. Zo, ja, behoorlijk goed. Volgens mij was ze gisteren zelfs nog op trainingskamp in Parijs. En wat zou je van haar willen leren? De schroef, hoe je achteruit kan, achterover kan. En nog wat je kan doen, nog een paar trucjes. Oké, en hoe je achterover kan, hoe moet ik dat voorstellen dan? Wanneer moet je achterover? Dan pak je zo iemand vast en dan moet je zo achterover. Oh, iemand zo helemaal over je hoofd heen gooien? Ja. Oké, klinkt stoer. Nou, dat kan zij vast, want inderdaad, ze kwam uit voor Nederland op de Olympische Spelen in Rio. Mag ik een mega worstelapplaus, want hier is ze, Jessica Blaska. Kom maar op! En er wordt heel vriendelijk geknuffeld of wordt er meteen op de grond gegooid. Nee, dat valt hartstikke mee. Dani, kom even naast me staan zo. Daar naar de camera's. Ja, dan kunnen we jou nog eventjes zien. Hallo Jessica, hartelijk welkom. Leuk dat je er bent. Ik ga vier staan. Jessica, je hebt het gehoord. Ze wil leren worstelen van jou. Jij bent ook niet zo'n hele dikke sumo-worstelaar. Ik had me er iets heel anders bij voorgesteld. Welke eigenschappen moet je hebben als goede worsteldame? Doorzettingsvermogen, goede techniek en kracht. Oké. Okay. Bezit jij die? Denk het wel. We gaan het zo meteen zien. Hoe vaak per week train jij? Twee keer per dag. Twee keer per dag. En waar doe je dat? Momenteel vier keer in Duitsland. Per week? Ja, per week. Ongelooflijk. En je bent de beste van Nederland. Worstel jij dan tegen de beste van Duitsland? Hoe moet ik me dat voor me zien? Ja, ik worstel dan met de Duitse selectie. En hoe gaat dat? Hard. Ja? Is het hard? Ja, ze houden trainingen. Ja, dat zeker. Wil je nog wel? Ja. Oké, okay, zo'n lief meisje die wil gewoon een keiharde training. Weet je wat? Jullie gaan zo meteen even oefenen. Zo'n ding achterover, dat wil ze graag leren. Hoe heet dat eigenlijk? Een achterovercentuur. Oh, wat goed, ze weet het gewoon. Nou, wat leuk. Jullie gaan lekker naar achter de achterovercentuur leren. Heel veel succes en jullie zien je zo meteen heel graag terug. Dag! Ja, en Dani, die zit al een jaar op worstelen. En die worstelde al een jaar met een wens, want ze wilde graag beter worden. Ze wilde zo'n achterwaartse gooi leren. En dat heeft ze geleerd, als het goed is, van Jessica Blaska. Ze zijn hier, ze gaan tegen elkaar worstelen. Mag ik een groot applaus voor onze worstelaars? Ze nemen plaats op de mat tegenover elkaar. Ik wil jou vragen om hier te gaan staan inderdaad. En jij staat hier. En dan hebben we hier all the way from England onze eigen scheidsrechter George Ram. That's a name for a referee, I think. Yeah, it's a strong name. Good name. It's a good strong name. Ladies, good luck. They're all yours. Eén punt. De mat geduwd. Twee punt. Drie punten. Zo. Twee punten. Wauw, gaat goed.
There is 5-0. En finish. It's finished! It is over! Game over! Zo. Er wordt nog eventjes handen geschud. Ja, ik hoef het bijna niet meer te vragen, maar ik ben zeer benieuwd wie de winnaar is. En de winnaar is... Dani. Gefeliciteerd! Sorry. Ja, natuurlijk. Eerst eventjes je tegenstander feliciteren. Nou, daar ook een hand van jou. Ook zo sterk geworden in een klein half uurtje tijd. Hoe was het, Dani? Heel leuk. Ja, wat heb je allemaal geleerd? De schroef en hoe je beter de heupzwij kan doen. En deed ze het beter? Ja, we hebben een paar dingetjes aangepast en nu gaat het een stuk beter. Wat goed. Zien we haar misschien ooit op de Olympische Spelen terug, een concurrent erbij? Ja, ik denk het wel. Ze is snel lerend en als ze zo doorgaat, komt ze er wel. Oké, dan. En dat met een jaartje worstelen. Ik vond het fantastisch. Dankjewel voor je komst. Dankjewel voor je leuke wens. En thank you very much. Applaus.